Ja, jongens, ik kan dus niet kiezen. Dus deze propjes gaan het bepalen. Oké, het eerste propje gaat vertellen wie ik niet ga kiezen. En dat is dit propje. Het wordt niet... Yo, Nintendo fans! Het is tijd voor Pokémon Scarlet en Violet. Ik speel Pokémon Scarlet op dit kanaal. En als je dat vet vindt, knal gelijk die duimpjes omhoog. 1000 duimpjes, let's go. Dat is te doen. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Zet het belletje aan als je deze hele serie wil kijken. We zijn in de Paldea-regio. En we zien allerlei Pokémonnetjes hoor. Ja hoor. En we zien trainers. En het is tijd om in de wereld van Pokémon te duiken. Zoals we dat al zo vaak gedaan hebben, maar weer een nieuwe generatie met nieuwe Pokémon. In deze serie gebruik ik ook alleen maar nieuwe Pokémon. Dus alleen maar Paldea only Pokémon. En ik heb er zin in. En ik heb geen leaks gezien. Helemaal niks. Dus ik ben heel erg benieuwd welke Pokémon allemaal in deze regio zitten. Ik ken ze nog niet, de meeste. Ik ken er iets meer dan 20, maar de rest gaan we allemaal ontdekken en dat ga ik samen met jullie doen. En ik kan echt niet wachten. En ja, hier een voorbeeldje. Ja hoor. Hallo Palmy, hoe is het met jou? Overal kunnen Pokémon gevonden worden. Pokémon en mensen leven samen. Bij de Naranja Academy leer je meer over Pokémon. En mensen van alle regio's komen hier samen. Oh, dat is een steen-Pokémon volgens mij. Wow, huh? Wow, dat is niet Tauros. Is dat een Shiny Tauros? Wie is dat? Nee, want Shiny Tauros is groen. Dit is de Paldea Tauros, denk ik. Ja, vet. Die is best wel cool, man. Ja hoor, en daar staan alle belangrijke mensen in de game, denk ik. De studenten komen eraan. Hey, Magnemite is van de partij. We gaan beginnen. Wow, en daar is die hoor. Daar is die, de legendarische Pokémon uit deze game. Begint al te vliegen. En dit is de hele regio. Welkom bij Pokémon Scarlet. Let's go! Oh, dat zijn ook nieuwe Pokémon, volgens mij. Die ken ik nog niet. What? Nu al gelijk nieuwe Pokémon. Ik ben nu al vet enthousiast. Oh ja, kijk. Hier zijn de Paldea Taurosjes. Wow, waar gaan we helemaal naartoe, joh? Waar gaan we helemaal naartoe? Is dit... Windmolentje. Flamingo? Flamingo Pokémon. What? Dit leek gewoon op een echte flamingo. Die lijken heel erg op echte flamingo's. We zien hier, denk ik... Is dit de academie dan? Ik denk het haast wel. Yo, maar dit gaat veel te snel, joh. Dit gaat veel te snel. Die legendarische Pokémon is helemaal gek geworden. En hij gaat naar de vuurtoren toe, denk ik. Nee, hij gaat langs de vuurtoren, richting het water. En onder water. Oh, en daar is een veertje. Yo! Deze zijn best wel cool, man. Ja, misschien wil ik die wel in mijn team. Ik verwacht dat we in deze video ook de starter Pokémon gaan kiezen. En de vraag van deze dag is natuurlijk... Welke starter Pokémon kies jij? Laat het weten in de reacties. En hopelijk gaan jullie zien in deze video... Welke starter Pokémon ik kies. Maar eerst opstaan van de stoel. Je kan trouwens nu helemaal je character customizen aan het begin. En dit is hoe mijn character eruit ziet. Ik speel Pokémon Scarlet, dus ik heb ook gewoon een Scarlet-kleurige kapsel gekozen. Maar we mogen nog niet gaan. Nee. We moeten eerst waarschijnlijk weer met mijn moeder gaan praten. Zoals dat in zo'n beetje elke Pokémon game is. Oh, geen mama. Waar is mama? Hallo, mam. Hallo, waar ben je? Waar is mijn moeder? Kijk, daar is mijn moeder. Die staat... Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar ze staat wel in de keuken. Goedemorgen, Rikkertje. What up, mam? Oh, je bent al helemaal in je uniform. Ja, natuurlijk, joh. Het is de eerste dag op mijn nieuwe school. En mijn moeder is zo enthousiast voor mij. Maar we moeten nog even wat dingetjes doen. De school heeft namelijk gebeld. We moeten hier nog even wachten. Hé, dat is alleen maar beter, hè? Als je wat later naar school moet. Toch of niet? Betekent dat je langer de tijd hebt om Pokémon te spelen. Daar zegt niemand nee tegen, toch? Er moet nog iets heel belangrijks komen wat nog niet is gearriveerd. Oh, kijk. De bel gaat. Misschien is dit waar we allemaal op zitten te wachten. Dit is misschien wel wat ik nodig heb voor school. Dus even kijken wie er aan de deur is, hoor. Oh, je komt ook gewoon binnen. Ik heb de deur nog niet eens open gedaan. Werkt dat zo in Paldea? Deze persoon zegt, vergeef me. Hallo, jij bent meester Rikachu, toch? Nou ja, meester, ik weet niet. Ik ben geen meester. Ik ben nog studentje. Namens de academie wil ik sorry zeggen dat je pakketje pas zo laat is aangekomen. En sorry dat ik mezelf nu pas introduceer. Yo, je hebt 6 Premier Balls bij je. Dit is Clavel, de directeur van de Naranja Academie. En de moeder zegt, wow, de directeur die hier helemaal zelf naartoe komt? Ja, Clavel die voelt zich verantwoordelijk voor de hele academie. Nou, hier zijn de laatste documenten die we nodig hebben, zodat ik straks naar school mag. En mama zegt, dat had je echt niet hoeven doen. Maar dan wil je misschien een kopje thee. Clavel zegt, nee hoor, is niet nodig. Rick, ik moet even wat met je bepraten. Ga even lekker terug naar je kamer en pak je tas en dan gaan we er vandoor. Nou, gaan ze toch even samen een kopje thee drinken. Niet flirten met mijn moeder, hè? Gaan we mijn moeder met rust laten, hè? Oké, nou, ik ga eens even mijn spulletjes pakken. Nou, hier zijn mijn spulletjes. Ja, tasje om de schouders, hoedje op. Lijkt me wel lastig trouwens met mijn
mijn kapsel hoor, zo'n hoedje. Maar maakt niet uit. Nou, directeur, ik heb mijn spullen hoor. Ah, je bent klaar voor je eerste nieuwe dag. Ja, tuurlijk. Mama, ik ben helemaal klaar. Ja, ik heb mijn uniform aan, meneer. Oh, maar hij is weer wat vergeten. Jeetje man, directeur, je vergeet zoveel dingen. Hoe kan jij directeur zijn, vriend? Nou, we moeten naar buiten lopen, hè? Oeh, wat zou dat belangrijke ding nou zijn, jongens? Wat zou het zijn? Ga ik mijn starter Pokémon krijgen? Het is in ieder geval wel lekker weer buiten, dus dat is chill. Mooi huis trouwens hebben wij ook, zeg. Jemig. De zaken gaan goed voor mama. Ja! Hij roept een paar Pokémon die uit de Pokéballs kunnen komen. Oh ja hoor, daar zijn ze. Spinigatito, Vwekoko en Quaxly. En ik vind ze alle drie leuk. Ik ben natuurlijk echt een kattenmens. Maar dat eentje is ook vet. Nou ja, eerst aandacht voor Spinigatito. De graskat Pokémon. Oh. Ja, ik ben wel een beetje verliefd op Spinigatito eigenlijk hoor. Ja, dan hebben we hier Vwekoko. De vuurkrokodil. Oh, dat is ook sick man. Dat is sick. En Quaxly, het eentje. Ja, ook vet hoor. Deze heeft wel swag man. Oh, daar komen ze. Oh nee, ze kijken me allemaal zo aan van kies mij, kies mij. Huh? Clavel zegt, ik zou wensen dat ik hier kon blijven om te zien wie jij kiest. Maar ik moet er alweer vandoor. Oh, huh? Dus ik mag ze nu alle drie meenemen of zo? Ik kan een beetje met ze rondlopen en dan kunnen we er daarna één kiezen. Mama heeft ook nog een cadeautje voor mij. Nou, dankjewel mama. Oh, ik krijg een nieuwe telefoon. De nieuwe iPhone Rotom Phone Model X13. Super sick. Oké, mam. Doei, mam. Alle drie, oké. Oh, nee. Hoe moet ik nou kiezen? Ja, laat het in de reacties weten. Ik ben zo benieuwd wie jullie hebben gekozen, jongens. Ja, en we zijn bij de professor, dus we moeten nu gaan kiezen. Zij vraagt, zijn die Pokémon van jou? Nou ja, het zijn niet mijn Pokémon, maar... Meester Rikachu moet zijn keuze nog maken, zegt de professor. Ja, nu moet het echt gaan gebeuren. Weet je, ik kan niet kiezen. Dus ik ga de namen opschrijven van alle drie de Pokémon. Spirigatito, Vwekoko en Quaxly. En straks gaat het lot bepalen wie mijn partner Pokémon wordt. Iemand zegt tegen mij, hey, hebben we elkaar al ontmoet? Nee, volgens mij niet. Maar leuk, aangenaam kennis te maken. Oh, en blijkbaar weet zij al wie ik ben, want ze zegt, hey, directeur, is dit wie ik denk dat het is? Ja, dit is de nieuwste student, Meester Rikachu. En vanaf vandaag ga ik de klas bijwonen. En deze vrouw of dit meisje wil veel meer over mij weten. Nou, oké, Nemona. Aangenaam kennis te maken. Oh, dit is mijn Mattie. Ja hoor, ik wil zeker Matties met jou worden. Gezellig, joh. Oh, zij is de president van de studentenraad. Oh, en een champion-ranked trainer. Oké. Jij bent een goede Pokémon-trainer. Oh, wij gaan nu gelijk battelen. Of niet? Ik weet niet. Nee, ja, wel niet. Nee, blijkbaar wil ze het gevecht even uitstellen. Maar nu... Ja, nu moeten we echt gaan kiezen. Oh. Ja, jongens, ik kan dus niet kiezen. Dus deze propjes gaan het bepalen. Oké, het eerste propje... gaat vertellen wie ik niet ga kiezen. En dat is dit propje. Het wordt niet... Vwekoko. Oh, de vuurkrokodil wordt het niet. Maar welke wordt het dan wel? Links of rechts, links of rechts, links of rechts. Het wordt rechts. En het is... Quaxly. Oké. Ik ben er tevreden mee. Ik vind jullie alle drie leuk, dus het maakt er wel echt niet uit. What up, Quaxly? Jij wordt mijn Mattie. Ik ben heel benieuwd. Wij gaan dit avontuur samen aan, jongens. Let's go. Ja, kijk hem. Op mijn armpje zitten. Wat een held. Ik vind het al wel altijd zo zuur voor die twee Pokémon die achterblijven. Nou, let's go, Quaxly. We gaan op naar heel veel mooie avonturen. En Nemona zegt, ik kan niet geloven dat je Quaxly hebt gekozen. Ik bedoel... Jullie zijn een perfecte combo. Nou, dankjewel. Oh, mag Nemona ook iemand kiezen? En Clavel zegt, heb je dan geen Pokémon gekregen toen je op de academie kwam? En ze zegt, nee, want toen had ik andere Pokémon op wie ik me focuste. Maar nu wil ik een nieuwe Pokémon opvoeden als Rikachu dat ook doet. Nou, is goed. Wie kies jij dan? Kies jij Spinigatito of Vwekoko? Let's go, Nemona. Vwekoko. Ja hoor. Heel cool. Oh, maar nu gaan we wel battelen. En daarvoor moet ik naar het strand. En Spirigatito, jij blijft lekker bij Clavel. Of bij Clavel, hoe je hem noemen wilt. Doei, Spirigatito. Ik neem nog wel even afscheid van je, want ik vind je wel schattig. Tot de volgende keer. Oké, nu moeten we naar het strand. Want we gaan voor onze eerste Pokémon battle. En als ik deze verlies... dan ben ik slecht. Hallo, Nemona. Let's battle. Vwekoko. Tegen Quaxly. Ik weet dat dit je eerste Pokémon battle is. Dus we gaan gewoon fun maken. Nou, nee, ik wil gewoon winnen. Wat denk jij? Ik ga voor waterpistool natuurlijk. Waterpistool op Vwekoko. Super effective. Lekker. Wat gaat Vwekoko doen? Nemona vindt me slim. Dankjewel, Nemona. Ja, jij bent niet zo slim met je Ember. Die is natuurlijk not very effective. Nog een keer. Waterpistool. Yeah. Gelukkig hebben we deze gewonnen. Anders moest ik me echt schamen. Woehoe. Level up. Lekker. Oh nee. Heb je verloren? We hebben gelijk 300 prijsmoney gekregen. Nemona denkt dat ik een hele goede trainer ga worden. Nou, dankjewel. Oh, ze wil nog een battle. Ja, maar...
Ja, maar nee. Clavel zegt ook nee. Rikachu en Quacks die zijn vast al heel erg moe van hun eerste battle. Nee, rustig aan. Ik ga niet tegen jou level 60 Dragonite vechten of zo, hè? Nou, ik heb gelijk al vrienden gemaakt. Super gezellig allemaal. Hé, ik krijg een app voor mijn smartphone. Let's go. Hoppakee, de Pokédex app. Ja. Oh, ik heb zo zin om die hele Pokédex te gaan vullen. Ik ben zo benieuwd welke Pokémon er allemaal zijn hier in Paldea. Het is zo vet om gewoon zo weinig te weten van de nieuwe generatie. En dat het dan allemaal aan zit te komen. En dat je gewoon niet weet waar je naartoe gaat. Welke Pokémon je tegen gaat komen. Hoe ze eruit zien. Ja, ik hou zo erg van Pokémon games. Gewoon puur door dat. Dus even kijken of we die Pokédex compleet kunnen krijgen deze keer. Clavel wil dat wij nu naar de academie gaan samen met Nemona. En Spirigatito gaat mee met de professor. Nou, je bent in ieder geval in goede handen. Nemona gaat ons even laten zien hoe we een nieuwe Pokémon moeten vangen. Ja, het is pas ongeveer de 300ste Pokémon game die ik speel. Maar oké. Dit is hoe de Pokédex er nu uitziet. Super cool. Dit is Quaxly. Ja. Vanaf deze Pokémon game is er ook auto heal. Als je in een menu bent en op het minnetje drukt, dan worden je Pokémon gewoon automatisch geheeld. Dat is zo chill. Yo, mama. Oh, Rikachu, ik hoor dat Nemona je naar de school brengt. Ja, zeker. Nou, mama is heel blij voor mij. En ze heeft een lunch gemaakt, een sandwich. Nou, wat lief. Dankjewel. Oh, we krijgen nog meer cadeautjes. 5 potions. Ja. Helemaal top. En Nemona, die rent er alweer vandoor. Ze is wel weer lekker enthousiast. Ik weet nog wel dat Hou in Sun en Moon er ook altijd vandoor rende. Continu. Die praten ook heel veel. Dus ik ben benieuwd of Nemona ook zoveel praat. Maar ze gaat ons nu laten zien hoe we een Pokémonnetje vangen, denk ik. Dit is de Pokopad. Lechonky! Sowieso hebben we Lechonky nodig in ons leven. Geen idee of het een goede Pokémon wordt. Ik denk het niet. Maar hey, we moeten Lechonk hebben. En we krijgen Pokeballetjes. Nou, top. Dankjewel. Super lief allemaal. Is iedereen aardig voor me. Hey, Lechonk. What up? Oink, oink. Oeh, we moeten Lechonk gaan battelen. What up, Lechonk? Wow, je bent trouwens best wel groot. Kijk hoe klein mijn Quaxly is en hoe groot die Lechonk is. Oké, eerst een waterpistool. Hotseflots. Lekker. Oh, Lechonk gaat mij tackelen. Nog een waterpistool. Hoppakee, nice. En Lechonk gaat weer tackelen. Gooi een Pokéball, vang Lechonky. Ja! Lechonk, beste Pokémon ooit. We hebben Lechonk. Wel fijn dat we nu dit zelf mogen doen. Hoppakee, Quaxly. Goed gedaan. GG. Wat een baas. En die staat in de Pokédex. Eerste Pokémon gevangen. Oh, we krijgen nog meer Pokéballs van haar. Zo, wow. Jij bent echt mijn beste, Mattie. Ik heb al 15 Pokéballs gekregen van jou. Oh, en we kunnen hier dan nog meer Pokémon gaan vangen. En daarna moeten we naar Lighthouse om Nemona daar te ontmoeten. In deze game kan je ook gewoon Pokéballs gooien op Pokémon. Zonder dat je battelt. Dus buiten de battle om. En dan kan je ze op die manier vangen. Net als in Pokémon Legend Arceus. Ik zie daar een Pokéball glinsteren. En daar in de verte zie ik allemaal nieuwe Pokémon die we kunnen gaan vangen. Dat gaan we doen in de volgende video. Dus als je zin hebt in deze nieuwe serie op dit Nintendo YouTube kanaal. Doe de duimpjes omhoog, abonneer en zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!